Welkom bij weer een nieuwe Egmond vlog in Egmond aan Zee. Vandaag zijn we bij de halve marathon. Wij gaan richting de start. Ik ben benieuwd wie er allemaal te vinden zijn. Zo langs het parcours kom je altijd enthousiastelingen tegen. Hier zie ik een paar bekenden uit Egmond staan. En wat maakt die Egmondse marathon nou zo bijzonder? Ja, het is gewoon een dorp op zich. En dan is het zo'n grote happening. Zo'n groot evenement. En het is altijd weer goed geregeld. Dat je denkt van ja, het is toch wel uniek, zeg maar, in zo'n klein dorp. Ja, de sfeer is gewoon geweldig natuurlijk. Goeie sfeer, één groot feest. Zo zou ik het dan willen bestempelen. Ja. Zeker. De hele marathon neem ik aan. Natuurlijk. De hele halve. Ja, twee keer. Zet hem op. Hoi. Altijd leuk om van tevoren even een paar hardlopers te spreken. Hoi jongens. Hoi Mike. Mike, we sluiten even aan. Ja. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Kan zijn. Is dit jouw eerste keer of heb je al vaker meegelopen? Ja, eerste keer halve. Ja. Eerste keer halve. Ja. En wat heb je hiervoor dan gelopen? De kwart. Oké. Okay. Ja. Dus langzaam opbouwen, zeggen ze altijd, hè? Ben je zenuwachtig? Ben je gespannen? Ja, valt wel mee. Nou, we gaan elkaar zeker treffen bij het blarenbal. En dan spreken we elkaar even overnieuw. Goed man. Je loopt niet de hele rit mee? Nee, dat dacht ik niet. Ik wil je van succes wensen, vriend. En zet hem op. Toi. De lopers hebben er een hele halve marathon op zitten. Het laatste stukje gaat niet over het strand, maar gaat door de duin. Met aan het eind nog even een stevige klim de heuvel op. En ik zie al aan de gezichten dat ze het zwaar hebben. Ik zie iemand met een check staan. We gaan even een kijkje nemen. Want wat sta je te doen? Ik sta hier onze maagleven darmstichting runners aan te moedigen. Want zij redden mee voor het goede doel. Wauw, en jullie hebben al meer dan 1648 euro opgehaald, ja, hè? Ja, en de teller loopt nog op. Dus dat is geweldig. Okay. En blijf je in de afloop nog even lekker hangen bij de horeca in Egmond? Ja, dat denk ik wel. Gezellig. Dat denk ik wel. Komen we elkaar daar nog wel tegen? Pas wel, maar we gaan snel, hoor. Waar? Net onder 2 uur. Lekker gelopen? Ja, zeker lekker gelopen. Gewoon zwaar. Ja. Maar als het dan voor elkaar is, dan is het heerlijk. Zo'n leuk publiek. Wel aanmoedigers. Aanmoedigers, dat is het werkt altijd fijn. Koud. Dus nu even warm bad. Ja. En zoals altijd eindigt de geslaagde marathon met het blarenbal in Hotel Zuiderduin. We gaan er een kijkje nemen. Hier staat Mike. Dag Mike. Ik heb een vraagje aan je. Hoe is de run bevallen? Zwaar. Ja, toch wel. En wat was het zwaarste onderdeel? Ja, duin eigenlijk. Iedereen loopt zo dicht op elkaar en elke keer voordat je op die enkel stapt moet je toch even uitwijken. Weet je. Je komt de duin uit, je komt Egmond in, je staat opeens vol met toeschouwers en dan? Dan krijg je gewoon een trap om die reet van je gaat maar even door. Ja, fantastisch. Al die toeschouwers, dat doe ik. Ik vind het een hele prestatie, Mike. Volgend jaar loop je mee, Leon. Ik wil je feliciteren. Volgend jaar loop ik mee, maar wel al vloggend. Ja, is goed. Gefeliciteerd met de prestatie. Dankjewel. We doen een biertje nog. Super, gaan we even doen. Hier achter mij gaat het feestje nog even door. Maar het was een onvergetelijke marathon van 2017. Beter kan je het jaar niet beginnen in Egmond aan Zee. Volgend jaar is er weer een marathon. Met weer zo'n feest. Het feest gaat nog even door verder in Egmond aan Zee. Wij sluiten hier af. En graag even een duimpje hieronder omhoog. Zien we graag. En tot de volgende vlog. Tot dan. Wil je nou meer weten? Ga dan naar Egmond.nl. En als je deze vlog leuk vond, graag een duimpje omhoog hieronder. En graag tot de volgende vlog.